We eindigen de binnenlandse berichten met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Er is kans op lichte tot matige onweersbuien, zowel in het kustgebied als het binnenland. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen in de ochtend is er kans op lichte tot matige en lokaal zware buien in delen van zowel het kustgebied als het binnenland. Op sommige plaatsen kunnen deze buien gepaard gaan met onweer en windstoten. De MDS waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 41 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook meldt de dienst dat er kans is op zware onweersbuien.